Yes, dames en heren, we zijn weer terug in de survivalwereld met natuurlijk de Noob. En in de vorige video hebben de Noob en ik iets ontdekt. En vandaag gaan we daar naartoe. Dus hey, als jij de vorige video nog niet gezien hebt, ga hem eerst even checken. Want anders ga je vrij weinig begrijpen van deze video. In ieder geval, in de vorige video hebben we dus een kasteel ontdekt. En de Noob en ik weten nog steeds niet van wie dat kasteel is. En Noob, ben je lekker aan het zwemmen? Ik ben in het water gevallen weer. Oh, Noob, ben je gewoon van je gebouw afgevallen? Ja, en ik ben ook helemaal dood. Dood? Heb je heel veel damage? Ja, ik was op het randje gevallen. Oh. Toen ging ik net kapot. Ik dacht al, wat is het slim dat je een huis naast het water hebt gebouwd. Want als je dan valt, val je in het water. Maar dan val je net... Ja, maar ik viel net met mijn hoofd op de rand. Dus dat deed best pijn. Oké, nou in ieder geval, vandaag gaan we naar dat kasteel weer toe. Die we de vorige keer hebben gezien. En we hadden als plan om een geheime bunker daaronder te maken. Yes! Dus, zin in. Wat we dus nodig hebben, ik heb een pickaxe, maar eigenlijk hebben we ook even een schep nodig. Heb jij toevallig nog wat steen? Ik heb helemaal niks. Nee. Nou, ik ga even wat steen regelen, want dan kan ik even twee schepjes voor ons maken, want die gaan we ook nodig hebben. Oké, zo, hopsakee, dat is eigenlijk alweer genoeg steen. Je hebt maar één steen nodig, namelijk voor een schepje, wist je dat? Nee, nou wel. Ja, nu wel. Leraar Mick, hè? Ik heb ook, een steen dan. Ja, heb je al een steen? Ik heb één steen. Oh, nou dat is in principe genoeg, maar ik maak ze wel allebei, ja? Hier, ja, want anders dan gaat het. Ik maak ook wel twee exen voor ons. Als we dan bomen moeten hakken, kan dat ook. Zo, hopsakee. Ik maak wel gewoon heel veel tools voor ons. Let's go. Dan hebben we alles voor deze geheime bunker om dat rare kasteel. Ik hoop echt dat het van de pro en Giel is. Ik ben ook heel benieuwd hoe de ontmoeting tussen jou en pro-speler gaat zijn. Dat lijkt me wel grappig, zeg maar. Ik ben ook benieuwd. Je bent eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van elkaar. Yes. Jij bent de noob en hij is de pro. Okay. Maar ik kan wel nog pro worden en ik weet niet of hij nog noob kan worden. Nee, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Hier, kijk, hier heb ik al. Misschien als je alles vergeet. Een schep voor jou? Ja. Misschien als je heel hard op zijn hoofd slaat. Ja. Net zoals jij net bent gevallen hamer. Op je hoofd. Ja. Ja, een hamer kan je niet maken in Minecraft, dus dat wordt lastig. Oh. Dan gebruik ik wel mijn zwaard. Dan gebruik je wel. Ja, dat kan wel, ja. Oké, ik heb ook twee exen gemaakt. Heb jij nog iets nodig? Heb jij een pickaxe? Ik heb een stenen pickaxe. Oké, nou, ik maak wel een nieuwe voor en je. En een iron pickaxe. Ja, oh, nou, dan komt het helemaal goed. Hier heb je er nog één als die kapot gaat. Oh, wow, ik heb zoveel tools. Oké, als we hier even alvast wat dingen gaan regelen voor de geheime bunker. Ik denk dat we even wat hout nodig hebben. Daar kunnen we dan misschien een mooie vloer van maken in de geheime bunker. Want dirt gaan we meenemen. Nee, ja, nou ja, we maken hem al in dirt. Oh, ja. Ja, want hij is ondergronds. En ondergrond is alleen maar dirt. Oh, ja, okay, dat is deze waar. Deze boom valt niet goed. Anders regel jij nog wat extra eten. Dat kan ook. Oh, ik ga op zoek naar een varken, een koe of een kip. Ja, precies. Dan regel ik even heel veel hout. Want dat gaan we nodig hebben voor de decoratie. Want we gaan wel een mooie geheime bunker maken. Oké. Okay. Ja, want we moeten er waarschijnlijk heel veel gaan chillen als we ze willen afluisteren natuurlijk. Oh. Kunnen ze dan afluisteren? Ja, precies. En dan kunnen we dus horen of het misschien Kiwa de Pro is. Of misschien is het opeens iemand anders. Oké, dat is goed. Ja. Oké, ik hak deze boom. Je bent zo'n slimme Mick, ben jij. Ja, eigenlijk moet ik Mick van Pro... Nee, Mick de Pro-speler eten. Mick de Pro-speler, Mick. Ja, Mick de Pro-speler, leraar Mick. Dat ben ik. Hi. Leraar Mick. Meester Mick. Meester Mick. Ja, Meester Mick, ja. Meester Mick. Oké, even kijken. Ik heb op dit moment heel veel hout. Ik denk dat dit haast wel genoeg is. Heb jij al wat eten kunnen regelen? Ik heb al twee varkentjes geslacht. Oké, nice. Nou, doe dat maar in de oven. Nee, ik zie er nog eentje. Okay. En dan kom ik eraan. Ja, en dan gaan we sperrips eten. Lekker. Oké, ik heb echt heel veel hout. Ik heb 30 hout. Maar ik ga gewoon door zolang jij nog geen sperrips hebt. Ik kom eraan gerend, maar ik zit in het water. Dat gaat niet zo hard. Okay. Ik zit in een moeras of zo. Ik fix ook al even wat steen. Dan kunnen we misschien meer dan... Zeg maar, volledig hout is ook niet zo mooi. Dus dan regelen we even wat steen. En dan kunnen we daar een mooie decoratie... Een mooie geheime bunker van maken. En yes. Dat is gewoon super nice. Hoppakee. Kijk eens aan. Dan regelen we hier wat steen. Ik kom nou terug en dan... Oh, ik heb hier nog een kippetje. Ja, dan gooi jij het in de oven, ja? Ik kom nog nou een koe tegen en een kippetje. Kijk, met al dat hout kunnen we ook trapjes maken. En als we dan een geheime bunker in willen... Dan kunnen we met de trap naar beneden en naar boven. Ja, dat is ook super handig, hè? Ja. Dat is wel handig, want de trap is makkelijk.
makkelijker dan allemaal een rugtrap maken. Dan moet je ze heel langzaam allemaal. Ja, precies. Dat is helemaal niet chill. Hey, trouwens, had jij al een iron zwaard? Ja. Ik heb een iron zwaard, Oké, okay, top. Ja, als we ze tegenkomen, dat is wel handig. Ik ben verdwaald. Ik weet niet meer waar ons huis... Oh, daar is ons huis. Okay. Laat maar. Je huis is best groot, wou ik net zeggen. Haha, ja, dat is wel goed te zien. Slim heb ik dat gedaan. Ja, dat heb je heel slim gedaan. Ik vind dat jij wel een mooi huis hebt gebouwd voor iemand die een noob is. Ja. Ja. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, nou, geen probleem. Even kijken. En mijn burenhuis is ook mooi. Ja, buren. Oh ja, dat is mijn huis. Hè. Die heb je mooi van dirt gemaakt. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Dirt. Oké, nou, ik heb een stack steen en ik heb heel veel hout. Dus ik denk dat we daar wel genoeg aan hebben. Ja, jij bent, neem ik aan, hierboven het vlees aan het koken. En aan het bakken. Oké, heb je ook je bootje bij je? Ik heb een boot. Oké, want met een bootje moeten we straks gaan vertrekken. Oh, ik pak deze. Dankjewel. Alsjeblieft. Okay, heb je lekker smikkelen? Hap, hap, hap. Ja, dat was wel lekker hoor. Want we gaan waarschijnlijk veel eten nodig hebben als we heel lang in die bunker zitten. Ja. Want als het gemene mensen zijn, dan kunnen we dus pas uit de bunker wanneer er niemand meer is. Oké. Okay, want ja, als we dan naar boven zouden gaan terwijl die mensen er zijn, zijn ze waarschijnlijk heel boos op ons. Dus we moeten misschien heel lang in de bunker blijven als we heel lang... in hun kasteel blijven, snap je? Ja. Oké, het eten begint goed te bakken. Let's go. Als dit klaar is, dan kunnen we met de bootjes vertrekken, Noob. En dan kunnen we onze geheime bunker bouwen. Yippie. En trouwens, in de vorige video... Daarom moet je de vorige video even kijken, want anders krijg je heel veel spoilers. Had je toch een gouden appel gestolen? Oh, ja, die heb ik nog. Heb je die ik nog? Ik zal hem eens laten zien. Zit die... Maar... Heb je hem al in je inventory of zit hij nog in deze... Ik heb hem hier. Oh, ik heb hem hier, maar ik kan hem ook verstoppen. Ja, weet je, we gaan hem in die geheime bunker verstoppen. Ja, dat is. Dat gaan ze, als zij toch niet weten waar dat die bunker daar is, dan weten zij ook niet dat die gouden appel daar is. Kijk. Oh, dat is slim. Ja, kijk. Ik neem wel altijd. Meester Mick. Ja, ik heb al het vlees meegenomen. Oh, wacht. Ik heb nog meer vlees. Dat doe ik dan er alvast in. En dan als we terug zijn, hebben we lekker gekookt vlees. Okay. Oeh, je hebt echt heel veel vlees geregeld. Ja, ik heb zoveel koeien. Oké, let's go. Oké, dan gaan we hier. Oh, heb ik nou mijn gouden appel mee? Ja. Ja. Oké, mooi. Oké. Ik heb mijn. Hier, je bootje plaatsen. Weet je nog hoe dat werkt? Ja. Waar ben je? Ja? Oh, ik heb hem weggegooid. Heb je bootje weggegooid? Dat is niet heel slim. Ja, goed zo. En dan... Yay. Ja, let's go. En oh, niet tegen elkaar varen, want dan kan je bootje kapot gaan. Echt waar? Nee, niet doen. Ja, echt waar. Oké, ik geloof je. We moeten hier rechtdoor en dan komen we, als het goed is, weer bij dat kasteel, Noob. Oh, kijk uit. Nee, kijk uit. Jij moet uitkijken. Niet tegen me aanvaren, hè? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben aan het varen. In een bootje lekker varen. Oké, we zijn weer aangekomen bij het prachtige eiland. Waar we niet hadden verwacht dat we dit zouden vinden. We moeten nou wel even snel, ook de rustige inderdaad, zijn ze er nou wel. Dat zou wel echt timing zijn. Nou ja, ze kunnen er waarschijnlijk wel zijn, ja. Dat zou me niks verbazen. Oké, neem je bootje maar lekker mee. Je mooie hondjes ook mee, zo te zien. Zo, hier, alsjeblieft. Je moet er wel even oppakken. Ik heb fakkels, in de water. In de water. Ik heb mijn fakkels neergezet, dat wou ik helemaal niet. Oh, oké. Ik neem trouwens ook mijn pijl en boog mee. Als ik ze dan zie, dan kan ik ze schieten. Oké, de fakkels neem je zo mee. Ik weet niet wat je al... Ik wou de fakkels meenemen, hoe deed je dat? Ja, ik heb ze meegenomen. Kom. Nou, goed zo. Oké, we gaan hier lekker zwemmen. Let's go. En je kan ook zo onder water zwemmen. Kijk. Hoe dan? Ja, dan moet je twee keer op W drukken. Dan kan je sprinten. Oeh. Ja, let's go. Oeh, ik zie heel veel creepers. Zie je dat? Nee. Oh ja, dan moet je boven water komen. Oh ja, ik zie een creeper. Oké, pas op hè. Maar dan ben je... Oh nee, dat was jij. Oké, kijk, ik ga op één creeper schieten. Schiet de creeper. Bam, kijk eens, let's go. Oké, kom op. Schiet de creeper. Oké, ik heb één creeper. Oké, pas op, daar is nog een creeper daarboven. Laten we hem niet ontploffen, want... Oh nee. Oh, kom op. Niet te dichtbij komen. Let's go, we hebben de creeper. Oké, wat is dit trouwens? Dit huisje hebben we nog niet gezien. Oh, dit is nog een andere. Het lijkt alsof hier allemaal explosies zijn of zo. Oh, dit ziet er heel gek uit. Wow, dit is eigenlijk... Dit lijkt me wel een beetje op een huisje die jij zou bouwen. Ja, alleen dan had ik dirt gebruikt. Ja, dan had je dirt gebruikt. Oké, kijk, daar is het kasteel. Oké, we moeten wel rustig aan doen, want misschien is er nu wel iemand. Rustig, hè? Rustig. Wil jij voorop lopen? Ja, durf je dat? Er staat wel een zombie. Ja, maar... Okay. En een spin. Oké, nou ja, die kunnen we wel killen, maar we moeten gewoon niet te hard praten. Oké, die zombie, kijk, hier is ook, zie je wat dit is? Ze hebben hier geprobeerd te farmen. Oh, die zombie ziet me, Oké, okay, die zombie komt op... Maar die kunnen we wel hebben, die kunnen we Maar gewoon heel stilletjes. Kijk, zo, boom,
Boom. Mijn hond, boom. Mijn hond. Ja, ja, jouw hond. Hond. Jouw hond moet spin. Helpen, maar dan moet jij die spin slaan. Kijk, dan helpt jouw hond. Let's go. Yes. Oh, en daar links is ook een creeper. Pas op. Oké, niet naar... Weglopen van die creeper. Oké, oké, oké. Oh, er staat een skelet voor de deur. Oh nee, oké. We kunnen dit niet rustig aan, hoe lijkt het wel? Kom op, let's go. Oké, is er iemand thuis, Noob? Zie je iemand? Is dat ook een raar blok? Dat is een slijmblok. Oké, maakt niet uit. Volgens mij is er niemand, Noob. Oké. Okay. Oh, gelukkig, want anders... Hallo? Oh, er is wel een skelet! Nou, er is niemand. Oké, ja, wel een skelet. Let's go. Hoppakee. Kijk, ze hebben hier trouwens ook al een hele farm gemaakt. Zie je dat? Oh, ze hebben eieren. Ik wist wel een eitje zo. Oh ja, eieren kun je niet eten in Minecraft. Dat is heel stom. Oh. Oké, zo. Hoppakee. Ik dacht dat we een eitje bakken. Nee. Oké, waar gaan we ons rijme bunker bouwen? Onder de grond, toch? Oké, wacht. Ik ga even de chest checken. Wil je nog wat stelen? Zullen we... Oh, zullen we nog iets... Ja, nog iets... Ik durf niet nog iets te stelen. Dadelijk denken ze dat... Er zit hier een map in. Dat had ik helemaal niet gezien de vorige keer. Map. Kijken, wat? En kristallen. Oké, ik heb geen idee wat deze map is. Ik laat het maar gewoon lekker liggen. Kristallen? Wat heb je nou... Kristallen. Wat heb je nou meegenomen? Oh, je had de map Ik heb niks meegenomen. Oké. Laten we... hier de bunker bouwen. Hier, kijk, hier gewoon, hieronder. Hieronder? Ja, kom. Kom. We gaan een geheime ingang Kom. Ja, dit wordt een geheime ingang. Kijk, dan plaatsen we zo weer daar deur boven ons. Heb jij je fakkels bij? Nou, trouwens, ik heb wel een fakkel bij. Hoppakee, kijk. Ja, die had je van mij. Even kijken. Oh, je hebt deur terug. Oh, je hebt dicht gemaakt. Ja, kijk, nu hebben we een geheime bunker. Oeh! Kijk, en dan gaan we zo. Let's go. Boom. Misschien vinden we hier ook wel diamonds een keer. Zo. Dan moeten we wel echt een stukje dieper, hoor. Oh. Oké, en dan doen we hier nog een fakkel. Oh, ik heb geen fakkels meer. Ik heb wel een fakkel. Oh, maar hier zit allemaal van dat irritant. We moeten even in een stenen gebied komen. Oké, hier gaan we bouwen. Zo, kijk eens aan. Let's go. Oké, plaats jij maar een fakkel. Plaats maar een fakkel. Kijk, daar hebben we licht. Oké, we moeten nou... En we hebben hier water. Oh, wat? Oké, maar dat is niet fijn. Wil ik versnijpen? Ja, dat is echt... Dat is totaal niet fijn voor een geheime bunker. Oké, wacht. We willen dit niet dicht maken. Ja, we maken dit wel gewoon zo dicht. Hoppakee. Oh. Gaan we de andere kant op? Ja, kijk, niet gaan we deze kant op. Hier, maar hier kunnen we waarschijnlijk wel... Oh, hier is nog meer water. Oh my god. Oké, dat is echt... Oh, hier is ook nog meer water. Is die nog meer water? Oké, laten we... Nee, deze kant op. Nee, oké. Ik heb... Kijk, deze... Nee, kom, wacht. Oh, hier is zoveel water. Kom hier. We gaan gewoon... Oh, wat? Oké. Overal is water. Oké. We gaan iets hoger zitten dan. Ja, nou, we gaan wel iets lager. Ik heb een idee al. Oké, we kunnen hier zo hakken. Kijk, dan vul ik dit even. En dan gaat al het water hier weg. En dan kan ik zo... En boem, kijk, nu is hier geen water meer. En dan gaan we gewoon onder het water. Zo, oké. Gaan we nog iets lager. Dan zit onze geheime bunker ook erg laag. Oh nee, water. Oké. Dit... Waarom ben je nou weer aan het hakken? Oké, kom naar beneden. Want we kunnen hier wel... Dan val ik naar beneden. Ja. In het water. Ja, in het water. Kijk, we kunnen hier... Ik dacht dat het diamonds waren. Hier kunnen we wel een geheime bunker van maken. Ja, hier, dit is ook een grote grot hier, hoor. Ja, dit is echt nice. Oké, even kijken. Ja, hier maken we hem. Hier maken we hem. We zien hier ook iron, trouwens. Kijk, hier heb je iron. Let's go. Hoppakee. Oké, er is wel een kans dat degene die onder ons... Of degene die hier boven wonen, zeg maar, dat ze ons tegen kunnen komen. Heb jij deze torch geplaatst? Ja. Oké, nice. Dat betekent dat hier nog niemand is geweest. Maar ja, als ze hier dus gaan minen, kan het dus zijn dat ze onze bunker ontdekken. Maar dat is maar het risico die we dan nemen. Ja. Oké. We gaan nou hier een hele mooie bunker maken. Ja, we gaan hier een mooie bunker maken. Kijk, dan gaan we hier hebben we een soort van de ingang. En dan gaan we dit zo mooi een platformpje maken. En dan wordt alles mooi recht. Zo. Wauw. Boom. Kijk eens aan. En dan bouw ik dit gewoon helemaal vol. En dan kunnen we daar gewoon hier gewoon een mooie bunker van maken. Jij kan er echt goed. Ja. Heb jij ook bouwblokken? Dan kan je misschien helpen. Ik heb kobbeld diep sleet. Oké, waar? Als jij wat steen hakt ergens, dan kan je... Nou ja, trouwens, dit is wel goed. Ik kan dit nog even wat wijder maken. Zo, hopsakee. In principe is dit al best wel nice. Oké, ik heb een idee. Ik maak nu een crafting table, want die hebben we nodig. Kijk, zo, hopsakee. Boom. Kijk, dit is een mooie crafting table. En dan ga ik even wat ladders maken. Zo, dan moet je heel veel sticks hebben. En met sticks maak je ladders. Kijk, zo. Boom, boom, boom. En dan hier nog één. En dan hebben we 20 ladders. Kijk, ik weet niet of dit al genoeg is. Maar kijk, dan kunnen we zo. En dan kan je zo omhoog. Zie je dat? Kijk. Wow. En dan, dit wordt dan een soort van de ingang naar boven. Kijk, dan doen we hier ook nog even zo. Boom, boom. Ik heb wel echt meer ladders nodig. Maar het enige probleem is... Ik heb nog wel hout. Dat jouw torches, die moeten dan een soort van weg. Ik heb 5 hout. Ja, ik heb veel meer hout. Ik heb heel veel hout meegenomen, expres. Ja, ik wist dat dit... Ik heb dit vaker gedaan. Je zou het niet zeggen, maar ik heb dit vaker gedaan. Ja, goed.
goed, hè? Echt heel goed. Kijk zo. Ik ga het hier echt een mooie kamer van maken. Ja, dit wordt echt een mooie kamer. Oké, boom. Kijk eens aan. Dan hebben we weer 6 ladders, maar we gaan veel meer ladders nodig hebben. Boom. Oké, ik ga even heel veel ladders maken. Dan kunnen we helemaal naar boven. Dat is, wat ben je allemaal aan het doen? Waarom zeg je allemaal ho? Omdat ik hier de muur kapot heb gemaakt. Nee, je moet niet de muur kapot maken. Ik ga een nieuwe muur maken. Kijk, ik krijg hem mooi zo. En dan is het mooi. Ja, ik vind het een... het is een mooie stijl. Ik heb zeg maar nog nooit zo'n mooie stijlbunker gehad. Yes, hè. Oké, we zijn hier al bijna boven. Oh, dit gaat natuurlijk ook niet. Even kijken, dan moeten we hier een blokje plaatsen. En dan doen we zo. En dan kunnen we die torch kunnen we dan zo hierin doen. Oh, dat gaat natuurlijk niet. Maar hier wel. Bam. Oké, boom, 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 boom. En hier doen we de torch. Boom. Kijk eens aan. En dan kunnen we zo helemaal naar boven. Let's go. Boom. En dan heb ik nu een trap helemaal naar boven gemaakt. Dus je kan nu met de ladder helemaal omhoog gaan. En dan kom je dus in het kasteel uit. Ik kom eraan. Nee. We gaan nu de geheime bunker inrichten. Oké. Oh, je hebt hem al mooi ingericht, hoor. Ik ga wel wat chesten maken. Zo. Daar kan je gouden appel dan ook in. Yes. Kijk, dit is in ieder geval al een beetje een mooier kamer, toch? Oh, wacht wel even. Dit is onze... Kijk, dit en dat. Jij mag daar blijven zitten, hond. Kijk. Zit hij boven als een kat. Die weet niet wat hij doet, die hond, hoor. Nee, je hebt een gekke hond, hoor. Oké, kijk eens aan. Dan hebben we dit. Boom. En dan nog hier 2 chesten. Wow. En eigenlijk moeten we even iets van een bed maken. Heb je toevallig wol? Je hebt net schapen vermoord, toch? Waarschijnlijk heb je wol gekregen. Alsjeblieft. Kijk eens. Heb je meer dan 1 wol? Nee. Oh, we hebben 3 wol nodig. Oké, laten we snel naar boven gaan. Gaan we nog even wat wol fixen. Dan kunnen we 2 bedden maken. Wow, het is onweer. Ja, kom maar snel naar boven. Dan, ja, we kunnen wel even slapen in de bedden boven. Dan stopt het ook met onweren. Oh, of, ja, we kunnen niet hun of we stelen bedden. Gewoon die bedden. Ja, dat kan ook. Zullen we dat gewoon doen? Ja. Dan... Dat is wel heel gemeen, ja, dat hè? Doen we gewoon. Ja, dat weet je zeker. Gewoon. Ja, nou, maar dan valt het wel gelijk op. Ik denk dat we dat het beste nog niet kunnen doen. We kunnen wel even deze zombie killen. Hé, hier zijn schapen. Oh ja, ja maar dan valt het ook op als we die schapen killen. Oké, laten we even gaan slapen en dan gaan we in de ochtend weer zoeken naar schapen. Yes! Hallo? Heb jij een grote neus? Wat? Ja! Ja, dit is een villager. Hiermee kan je ruilen. Maar dan moet je emeralds hebben. Heb je dit nog nooit gezien? Nee, hij heeft ook een lama mee. Oké. 2. Kom, kom Noob spelen. We gaan even bedden zoeken. Want ik word een beetje zenuwachtig. Straks komen die mensen terug waarom dit is. Gaan schapen zoeken, hè? Ja, we moeten schapen vinden. Ik zie ook een rood kruis. Wat is dit allemaal? Nou ja, laten we dat even negeren. Oké, ik ben echt zo bang dat ze straks terugkomen. Wow, hier is een rood kruis. Misschien moet je daar niet op gaan staan. Daar komt er een raket of zo. Nee, ja, ik weet ook niet wat het is. Het lijkt een beetje op een soort van schat, maar... Ja, waar ben je, Noob? Schat. Ja, een schat. Maar volgens mij hebben ze hem al gevonden. Ze was al gegraven. Oké, schaapjes. Oké, kijk, daar is een schaapje. Daar is een schaapje. Oh, hier zijn heel veel schaapjes. Let's go. Yes. Oké, kom op. Geef mij wol. Kijk, dat is 2 wol. Let's go. Geef mij wol. Dat is 3 wol. Kom op, jij ook. 4 wol. Oké, we moeten 6 wol in totaal. Dus nog 2 schaapjes. Oeh, ik zie wel een kippetje. Een kippetje, ja. Een kip. Ja, die kunnen we ook pakken voor eten. Maar in principe hebben we die niet echt nodig. Maar oké. Ik ga een schaapje zoeken. Schaapjes. Waar ben jij? Waar ik ben? Ja, ik ben in een moeras gevallen. Ik ben hier. Oh, hier, ik help je even. Hier kan je om uit. Oeh, yes, ducht. Er moeten hier wel even wat meer schaapjes zijn. Nog 2 schaapjes en dan kunnen we 2 bedden maken. En dan hebben we... Oeh, ik zie hier een schaapje. Yes, schaapjes. Oh, hier zijn 2 schaapjes. Let's go. Oké, dat betekent dat we genoeg hebben. Nou, hier zijn zelfs 4 schaapjes. Nou, dan nemen we die ook allemaal mee. Oké, dan hebben we ook genoeg vlees. Laten we snel teruggaan naar die bunker voordat die mensen komen. Snel. Kan je nog rennen? Anders moet je eten. Eten. Ik heb ook nog een normale appel gevonden. Een normale appel? Ja, die is een slecht. Oh. Kom. Kom snel. Kom. Rennen. Hap. Ja. Eten. Oké. Heb je toevallig dirt bij? Ik heb 1 dirt net. Oké, top. Want dan kan jij zeg maar de geheime bunker weer goed maken. Oh ja, ik heb maar 1 dirt nodig. Oké, let's go. Kijk, we gaan hierin. Wap, in onze geheime bunker. Kom je? Ik ben aan het rennen. Ja. Eten. Hap. Sneller rennen, kom. Oké, gaan we hierin? En dan moet jij die dirt plaatsen, ja? Ja. Je moet er wel eerst zelf in. Kom, ga erin. Kom maar. En plaats die dirt maar. Kom op, plaats die dirt. Ja, let's go. Is het goed geplaatst? Ja, is helemaal top. Oké, dan gaan we nu naar beneden. Ga ik 2 bedden maken. En dan kunnen we daar even tijdelijk in gaan slapen. En dan
hebben we gewoon onze eigen bunker. Yes! Ja, dat is cool, hè? Kijk eens aan. Echt heel stoer. Hier een bed. En ik heb hier een bed. Zo. En dan plaats ik hier één bed. Dan kan jij dan slapen. Ik ook een bed. Oh, dan wordt dit mijn bed. Nou ja, top. Dit zijn onze bedden. Kijk, onze geheime bunker is gewoon af. En als je een rechter muisknop erop doet... Gaan ze echt nooit weten. Nee, dat gaan ze nooit weten. Maar als je rechter muisknop erop doet, dan zet je een respawn point. Oh, yes. Yes. Oké, okay, dat betekent dus als je dood zou gaan, dan kom je dus weer hier terecht. Dat is fijn, hè? Oh, ja, dat is wel netjes. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wie er boven ons woont. We gaan het zien. Yes. We gaan ze proberen af te luisteren. Ja, ik ben nog steeds zo erg benieuwd wie er nou boven ons woont. Maar ons geheime bunker is af en ik vind dat het best wel goed is gelukt. Zeg maar, ik moest dit doen met een nieuwe speler. En op zich hebben we best wel een mooie bunker. Doe even een duimpje omhoog als je snel mogelijk de volgende aflevering wilt zien. En klik snel deze video als je wilt zien hoe het met Giel gaat. Ja, ik ben zo benieuwd waar Giel is op dit moment. Zou hij in dat kasteel wonen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik kan namelijk deze video nog niet kijken, maar jij wel. Want voor mij staat deze video nog niet online. Dus hé, daarom kan ik het niet kijken. Dus hé, als jij wilt zien hoe het met Giel gaat, klik dan snel op deze video. Heb je deze video gezien? Vergeet dan zeker niet te abonneren op beide kanalen, want er komt elke dag een nieuwe survival. En ik zeg, Mick out.